brandweerkorps van de Krim is elke week druk bezig met theoretische leer en praktijkgerichte oefeningen. We hebben dus vanavond de oefening gedaan waterongevallen. We hebben gedaan dat we een slachtoffer uit stoot gingen halen. Die was al overleden. Deze oefeningen worden weer gedaan omdat ze in het echt dan precies weten hoe ze moeten handelen. We hadden een melding gekregen van de politie dat er een dode persoon in de sloot lag. Nou, we hebben een pop in het water gelegd en eigenlijk gewoon tijdens het spel maar laten gebeuren zoals het was. De verlichting neerzetten is gebeurd. Degene die op de kant staat, die moet die lijn strak houden. Niet echt strak, maar die moet zorgen dat die... Want degene die in het water staat, die voelt zich eigenlijk niet zeker, die gaat op een gegeven moment gaan inhalen. Want dan denk ik, ik wil een beetje weerstand hebben. Dus die is op een gegeven moment met een borst tuin lopen. En degene die op de kant staat, die moet gewoon zorgen dat de draad lichtjes gespannen blijft. Nou ja, voor de rest ging het op zich best wel goed. Ook de brandweerboot moest er nog even aan geloven. Deze werd na de oefening ook nog even te water gelaten. Hier, ik vond het vanavond hartstikke mooi gehad. Ik heb een boot gejet. Ik weet niet goed wat er allemaal mee kwam. Nu de boot weer uit het water is gehaald, kan men zich gereed maken om terug te gaan naar de kazerne. Hier is de mogelijkheid om de oefening nog even na te bespreken.